Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Garage Eddy van Wonterhem en Media Raven. Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast gemaakt voor Buffalo's, door Buffalo's. En ik zit hier vandaag met Michiel. Hallo. Met Emiel. Goeiedag. En met Jentel. Goedemorgen. En waar gaan we het over hebben vandaag, Jentel? We gaan het over de matchen hebben tegen Molde, tegen Genk. We hebben een popular opinion, een dilemma. En we gaan een keer voorbeschouwen op de bekermatch van woensdag en de match van volgend weekend tegen Beerschot. Alright, alright. Wie was er aanwezig in Molde? Ja, ja. Ik was aanwezig. De enige in echt. Dat, ik wist het niet. Ik moest werken. Ja, ja. Het was een ongoddelijk uur voor een werkmens. Ja. Ja, er was blijkbaar maar 9000 man. Ja. Dus ja, het was niet zo'n grote opkomst. We kunnen daarvoor veel redenen zoeken, maar... Ja, zelf voor zo'n match was het redelijk weinig. Ja, meestal zoiets kunnen... Het is toch meer dan de half meestal. Ik vind, het is heel jammer dat we niet Chelsea thuis hebben gekregen. Want weet ik zeker dat superveel mensen een mini-abo voor 3 matchen hadden gepakt. En dan zat dat voor 3 matchen echt goed. Dat is wel waar. Dat is wel echt waar. Dat is echt een zonde. Want je daarnet kwam allemaal redenen zitten zoeken waarom er niet zoveel volk is. Maar je kunt ook inderdaad, stel dat we thuis spelen tegen Chelsea, dan is het gewoon vol. Ja, dat is gevolg van het nieuwe systeem. Hè. Die uitmatch, fantastisch voor de mensen die er waren. Super ervaring. Ja, het zijn ook maar 3000 mensen die daar kunnen. Ja, wel, dan zitten thuis. Ik vind het toch ergens wel jammer, dat nieuw systeem. Langs de andere kant, in het oude systeem hadden we nooit nu tegen Chelsea kunnen spelen, omdat we dan in dezelfde pot hadden gezeten. Ja. Maar ja, bon. En wie weet loten we weer geen grote ploeg meer hierna. Juist gelijk dat we vorig jaar hadden, dan hebben we toch al onze grote match gehad, zogezegd. Blijft natuurlijk Conference League. Dus dat Chelsea erin zit. Er zitten 2 ploegen in, Chelsea en Fiorentina. Eigenlijk het finale moeten zijn. Ja. Nee. Het zou mij verwonderen van niet. Gent in de finale, waar gaat het over? Roots to Conference Final. Waar is dat? Boek mijn ticket. Waar is het? Waar is het? Okay, ik zou er nog niet naar kijken. Nee. Zo'n een koude kermis ook Milden in de finale. Stel je voor. Dan keer ik weer. Ja, de match zelf was een beetje een match van 2 gezichten. Ja. Mm-hmm. Ja. Ik vond ons in de eerste helft ook wel. Het is een beetje de vraag inderdaad van. Was Molde slecht of waren wij goed in de eerste helft? En in de tweede helft was het een beetje de omgekeerde vraag. Mm-hmm. Waren wij ineens slecht of waren zij ineens goed? Ja, het zal een beetje van twee geweest zijn. Voilà. Ja, ik vond ons in de eerste helft echt wel nog goed spelen. Mooie acties toch op de mat gelegd. Dan denk ik zeker ook aan onze goal. Ik bedoel, dat was echt wel een goede kwalitatieve goal. Van Sonko, goed wegdraaien. Ik vond hem eigenlijk echt wel goed spelen, maar daar komt misschien straks nog bij. Mm-hmm. Balken naar Gandelman. Ja. Die hem dan eigenlijk niet super goed geeft naar Fadiga. Zo een hobbelbalken. Hij hangt zo achterover bij die bal. Ja, dus vooral zo in de laatste herhaling was op de wist dat hij eigenlijk echt zo nog de bal echt achter hem moet gaan weghakken en zo. Maar dat was super clean in de noek. Hè. Ja, dat zat echt mooi. Ja, maar redelijk vrij. Afwerking was vrij. Het was ook niet zo hard of zo. Nee. En dan dacht ik. Maar het was toch heel. Nou, als ik tv kijk, dan dacht zo. Allee, keeper. Dat was een beetje. Maar je dan herhaling ziet, zie je wel. Is het gewoon. Perfect in dat zijn. Dan zie je dat je niet hard moet schieten om een goal te maken. Mm-hmm. En de tweede helft was dan een pakje minder, maar het breekpunt voor mij lag dat we eigenlijk de 2-0 missen. Ja, inderdaad. Fadiga die doorbreekt dan nog, of nee, het was niet Fadiga per se die doorbreekt, het was ook Sonko, denk ik. En die dan breed naar Gudjonsson en die legt dan nog eens terug naar Fadiga in plaats van te schieten. Wie gaf die ene pas naar Sonko eerst? Want dat was ook wel nog zo. Meer. Weet ik niet meer. Misschien Ito of Kums of zo. Okay. Waarschijnlijk. Of, we kunnen gokken. Ja. En Kums zeggen. Oude getrouwen. Yeah. Dus ik denk dat het voor mij daar zo misloopt. Als het daar 2-0 maakt, dan is het klaar. Dat was ook zo net het moment van het half uur. Daarna was het wel van we liggen onder. We krijgen niet veel meer klaar offensief, dus dan was het van... Ja. Ja, okay. Ook gewoon veel balverlies. Ja. Pos, eigenlijk niet op, pak meer druk van Molde of zo. Ja, maar veel meer intenties naar voren lijkt dan. Ja. In de eerste helft leek het echt vast ze zo een beetje gingen inzakken en zo Gent ons lieten komen. En in de tweede helft was het echt zo van... Ik denk dat zij hebben gezegd in de kleedkamer, oké, gasten, bon, we hebben nu in een helft niet veel zitten doen, we gaan nu een keer naar voren spelen. daar leek het wel even op of zo. Dus een goede mop, jongens, maak hem aan. En ook dat wij gewoon echt geen bal meer konden vasthouden. Nee, van voor, want Franken heeft er dan op gewisseld en heeft dan 2 spitsen gebruikt. Want eigenlijk kwamen er niet meer uit. En zijn denkpiste al geweest zijn van
kan die bal daar van voren niet meer vasthouden. Dus ga je er nog een bij steken. Maar dan komt er ook wel een man op middenveld kort in de loper. Hij heeft er dan een kandelman afgepakt, denk ik. En dan heeft hij er die bij smeten. En ik weet niet, ja, dat is ook hindsight. Dat is makkelijk om achteraf te zeggen van, ja, had er dan toch Pieter Paulus post opgesmeten. Maar dan heb je ook een loper achter de verdediging. En misschien die wel een bal even komt bij. Het feit is, we zijn gewonnen, dus het heeft gewerkt. Ja. Het is voetbal. Maar bon, als je dan kijkt... Waar zijn we eigenlijk aan praten? Hoe dat onze goal is gevallen, Ito, die niet goed was ingevallen, die dan een corner trap van Xalio gaan hebben, zo slecht, niet normaal. Ik snap dat niet. Ik ben eigenlijk nog gelukkig dat die bal slecht tot weg werd. Dat is ongelooflijk. Echt de lelijkste winning goal ooit. Ik zag dat en ik dacht van, oh nee, het gaat nog zo zijn dat wij door die keeper zijn. Ja, juist. Belulligheid. Ja, echt slecht, ja. Een corner krijgen en op die corner winnen. Dat was echt een slecht getrapte corner. Yeah. Varela pakt hem op, trapt een verschrikkelijke voorzet. Maar echt op kniehoogte. Twee schuppen ernaast. Pijs dat Watanabe hem er naartoe smijt. En dat hij twee man blokt. En dan nog een afgeweken bal. Maar zo te moeten, eerlijk als ik een supporter van Modo was, ik zou zo kwaad geweest. Ja, maar dan, ik moet wel zeggen, de sfeer in stadion na de match was fucking nice. Ja, zo, maar we zijn zoveel met mijn woorden. Winning 95. Dus dat was wel, dat maakte de tweede helft eigenlijk helemaal goed. Ja. Of dat dan positief is of niet, dat weet ik niet. Dat je dan achteraf niet zo goed denkt van, oei, we hebben gelijk gespeeld, er moet echt iets drastisch veranderen. Ja. Maar bon, het is goed dat we ook hebben gewonnen, dat we 3 punten. We hebben Niels, we hebben nu niet gezien, maar Niels hebben wel eens niet uit de bol gaan bij de twee. Dat was perfect Niels, in beeld. Ik heb Niels ook gezien en buiten gaan van het stadion, bij de fietsen. Ja. Hij had zijn truitje aan en een trui en zat er echt zo... Ja. Hij was mooi in beeld, ja. Ik kan mij in beeld dat het goed is. En ook eigenlijk, van op tv hoorde dat, zeker als je niet zoveel in het stadion zit en alleen de sfeergroep zit er, dan hoorde wel constant gezang daar niet van. Als je alleen je volk zit, dan is ze wat. Het is goed dat aan de kant van de sfeergroep was, ook wel, dan die goal. Maar je hoort dat wel zo. Je voelt spannend, die bal blijft er zo wat hangen en in één keer die bal gaat toch binnen. En die onthaling is wel in één keer super groot. Ja, Louis. Ja, dat is wat. Of dat daar nu met 200 man zit of niet, een goal in de laatste minuut is altijd. Het ding is wel, ik was zo, ik zo naar de aanloop van de match, tijdens de match zelf, was ik wel zo'n beetje erg bezorgd aan het worden. Want ik dacht van, als wij nu niet resultaat hebben, want tot een zekere mate kunnen wij verwachten om die top 8 te halen en om zo die play-offs... Ik vind dat we dat moeten ambiëren nog steeds. Ja, natuurlijk. Maar ik was wel zo bang van, als wij hier geen resultaat krijgen, al bij het wel misschien een beetje echt moeilijk. Gelijk, we had Malchance gehad dat de... Ja, Malchance en de chance, maar sportief Malchance gehad dat de Chelsea loopt, die eerste wedstrijd. Maar oké, je kunt die verliezen en kunnen altijd... Maar uiteindelijk ook maar 2 doelpunten verschillen, dus... Ik denk ook wel ergens dat... Ja, het is ja, maar, Chelsea... voor mij gaat gewoon weer... We gaan sowieso verliezen. Ah, ja, sowieso, maar... Ja. Iedereen dacht wel, gaat verliezen, maar we gaan daarvan genieten. Tuurlijk. Maar dan is zo, als je dan kijkt naar gewoon stand en hoe dat het systeem werkt, dan denk je van, ah ja, we moeten toch wel... Zeker thuis. Ja, sowieso. Punten pakken. Dus het was wel zo'n beetje van... Als we dat hier niet... Ja, klaar. Het is echt een belangrijke goal. Je gaat dat nog zien. Zo. Dat gaat een belangrijke goal geweest zijn. Ik denk wel dat Mulder zo een van de moeilijkere tegenstanders nog was. Die erbij, Lugano hebben we absoluut niet onderschat. We hebben ook natuurlijk weer een Cypriotische ploeg. Dat ligt ons ook altijd vrij goed. Charles dat we thuis spelen. Pas op. Nicosia is... Maar wat was die dingesploeg? Dat we vorig jaar tegen hebben gespeeld waar... We spelen elkaar tegen een... Met Pinto. Met Pinto. Dat was Apoel, basic. Het Apoel Nicosia. Het Omonia Nicosia. En dan heb je ook nog... Of is dat een Israëlische ploeg? Nee, dat is Tel Aviv. Apoel, Tel Aviv, met allemaal hetzelfde. Dat lijkt erop nog. In conference noem dan maar Apoel. Apoel geantwoorden. Apoel, hij moet altijd naar Letland. Hey, we moeten ook naar Laren, hè. Was trouwens een dikke shout-out naar... Browns en chocoladebeen. En zijn eerste goal van hem? Ja, het was zijn eerste goal. Met zijn rechter dan. Schoon een pot met. Hebben jullie een man of the match? Ik vond, ik weet niet, Arogo bracht wel veel in. Ja. Dat is een goed punt, dat het. Ik vond wel dat hij ook sinds een keer goed op gelet. En de tweede keer dat hij start, denk ik. Denk op zijn truiden of zoiets, hij ook start. Maar ik vind wel dat hij inderdaad iets anders brengt dan Brown. Hij is technisch veel begaafder dan Brown. Brown is zo'n beetje... Ja, Brown vind ik gewoon een fantastische atleet. Dat is echt een monster. Allee, dat is groot, snel, sterk. Ja. En ik kan maar één ding, en dat is links voorbij. Al heeft hij
De vorige matches zijn een paar keer naar binnen gekomen, mm-hmm. tegen Genk. Maar, en die Naranjo geeft mij het gevoel dat hij meer opties geeft. Dat ik, misschien beetje kan ik creatiever. Een, ja, een keer een man pakken en een pas naar binnen. Dat hij veel betere basistechniek om de pas te versturen. En mm-hmm. ook een keer misschien echt een man op techniek kan pakken. Mm-hmm. Ik denk dat daar ook wel... Het ziet er mij eigenlijk meer in een bak uit voor Franken dan Brown. Het is minder rechtsachter, ja. echt. Hè, ja, naar links, maar... Of, ja, mooi. Eigenlijk, hij speelt hem ook veel op de wings. De keren dat hij gespeeld heeft, is bijna altijd links wing. Zo, dat hij, de Fadiga-rol, gelijk dat ik het durf te zeggen, dat heeft hij veel gespeeld, maar nu is hij echt op de wingback start. En het gaf mij ook wel... Ik weet niet. Omdat Brown, dat is tof, maar op een moment is het ook zo, ja, je weet wat hij gaat doen. Dat wel. Dus, en ook, ja, hij heeft nu zijn eerste goal gescoord. Hij had eigenlijk al heel wat meer kunnen of moeten scoren. Mm. Allee, zeker als zijn, ja, het is heel vreemd dat zijn eerste goal. Want iedereen was effectief van, dat is zijn eerste goal. Ja, maar zeker zo in het systeem misschien wel Franken, dat is een bal aan de andere kant. Van die doet dat wel echt superveel. Ja. Dus denk ik wel echt dat dat specifieke opdrachten zijn. Maar ik denk gewoon... Hij komt echt veel in de box. Ja. En Brown, hij niet zo. Maar ik zie dat wel in hem, dat hij dat kan. Ja. Hij, weet je, hij kan naar binnen gaan. En weet je wel, ik denk van, nu kan hij misschien trappen of zo. Dat heeft hem toch nog voor. Dan, ik weet niet. En zeker fysiek kwaliteit. Ik denk dat hij dat nog te weinig misschien vertrouwen in heeft, dat hij dat kan of zo. Ik weet het niet. Ja, maar ik zie dat wel in hem, dat hij dat wel nog goed wel. Kan. Goeie shout. Mm-hmm. Als man of the match. Zeg ik gewoon Brown dan? Gewoon voor de goal. Ja, dat is misschien wel de meest logische optie. Letterlijk de man van de match, die de match heeft gewonnen. Of de keeper van de andere gast, dus man. Mag ook. Ik weet al wat nu dat hij noemt. Ja, ik ook niet. Ik ook niet, maar hij is een goede gast. Good guy. Dan ga ik zo'n koe zeggen. Ik vond tot nu toe zijn beste match dat hij voor Gent heeft gespeeld. Mm-hmm. Op bepaalde momenten dacht ik echt, toch is dat nu Malik Fofana die daar rondloopt. Echt waar. Maar ook, het is ook geen grote, maar ook de manier van, ik weet niet, van zijn loopkun of zijn beweging. Ja. Het is iets wat ik hem denk van, dat is... Ja, maar ik versta het wel. Ja. Hij is nog veel te wisselvallig. Maar wat nu wel ziet seizoen, is dat hij eigenlijk wel die knop heeft omgedraaid. Mm-hmm. Want vorig jaar zat dat er niet in, dan was dat echt een beetje... Een tierlantijntjesvoetballer, die de bal... Hij moest naar hem komen, dan gaat hij de man pakken. Maar nu heeft het gevoel dat hij eindelijk die klik van ik moet hier wel inderdaad mijn persoonlijke duels winnen. Moet je wel een keer doorjagen, moet een bal proberen. Dan zie ik veel meer dit te doen dan daarvoor. Dus dat staat mij al gelukkig. En hij moet een beetje meer van Fofana hebben. Fofana heeft ook op een gegeven moment, die was goed als hij de man speelde. Ja. Maar dan heeft hij ook een switch gelijk gemaakt mijn doel is, ik moet hier gewoon iedere keer als ik een bal krijg, moet een man pakken. Ja. En dan moet er zo nog meer in bij Sonko van, hij moet echt killer worden, snap je? Ja. Van, ik krijg een bal, ik ga een man pakken, of dat een pas. Ook, dat is ook met vertrouwen te maken. Als je zonder vertrouwen zit, gaat dat gewoon niet. En ik denk dat, ik vind ook wel dat je ziet dat hij er meer, dat hij meer op zijn gemak is en dat hij meer... Ja, rust even krijgt. In die match tegen is er zo'n klik gebeurd met hem dat je denkt. Ik vind dag en nacht met zijn vorige dingen bijna. Ja. Het is echt gewoon van: oh, dit is een voetbal. Dit is, waarom staat hij niet in de basis? Ik denk ook dat er meer duidelijkheid is. Dat hij nu weet of dat hij het misschien zegt, Franken tegen Sonko. Of dat lijkt mij zo van: hij hebt concurrentie met Surdé. Dus dat is even. Ja. En dat ziet hij nu ook wel van: oké, je hebt ook in je hoofd van: ja, Surdé misschien de laatste weken. Toch niet hetzelfde. Dan denkt hij nu ook al gauw een keer, dat brengt toch maar Sonko. En dat je dat hebt, en dat dat duidelijk is van hij speelt of hij speelt. Dat weet Jordi ook, als ik niet goed speel, dan gaat hij spelen. Een beetje natuurlijke concurrentie. En daarvoor was het vooral dat transferbedrag, dit, dat. Maar ik zie het er nog altijd, dat is zot om te zien, dat is een goed voorbeeld ook, Jordi, maar het later ook nog over hem, dat zo werkkracht tegenover talent is. Ik zie het er nog altijd wel meer in eigenlijk in Sonko. Ja, je ziet al wel dat er echt talent in zit om nog zo'n klein beetje uit te komen. Iedereen denkt dat wel. Iedereen hoopt dat ook, denk ik. Vooral dat. Ik hoop gewoon dat hij nu kan blijven doorpakken in de volgende match. Misschien dat hij woensdag start. Dat hij er een zou kunnen binnenleggen, dat zou mooi zijn. Dat is weer zo wel vertrouwen van, boem, ben goed bezig. Mijn man of the match was Fadiga. Ja. Omdat ik vond dat al het gevaar bijna van hem kwam. Die goal ook, net voor de... Dat we de 1-1 krijgen, allemaal niet net voor. Gewoon binnen de tweede helft, dat we een grote kans hebben. Dat was ook echt weer zo'n typische Fadiga-run. Was het echt niet gewoon hem die langs de kant gewoon een bal kreeg en echt gewoon twee man naar binnen sneed? Voor die ene kans bedoelde. Ja.
Nee, dat is Sonko deed dat, denk ik. Oké, maakt niet uit. Van die mijn mama. Hij liep wel helemaal van achter, want hij kreeg nog zo de laatste bal, want Good Johnson geeft hem zo af, in plaats van te schieten, wat er ook wel iets is van... Ja, Fadiga is wel meer voor de goal. Hij wordt, ja, maar Fadiga krijgt er nog een voet in, maar het is niet goed genoeg. Mm. Dus ja... Ja, dat zegt ook weer zoveel, vind ik, over Good Johnson. Ja. Maar... Daarom, als je daarin... Allee, ik ben gewoon aan Wesley Sonko aan het denken, voor some reason, maar die twijfelt niet, hè, die trapt gewoon in. Ja, wel. Naak ben, snap je? Maar op een even andere manier snap ik het ook wel, maar het is zo van... Ja. Het is te mooi, te willen... Ja, als je hem aflegt, dan moet je hem goed afleggen. Dat Ik vind het ook niet slecht gedaan of zo. Ja. Nee, maar ja, dat moet dat gewoon... Maar hij is veel altruïstischer dan... Ja. dan als hij dan trapt spits, en mist, dan is het ook weer van... Ah, ja, dat moet afleggen, dus snap. En dan zie je dat ook weer aan zijn, dat in het kopje zit. Want als je daar vorige week een goal hebt gemaakt, dan schiet je daar altijd naar de Ik denk dat Dien sowieso had getrapt. Ah, wel, dat is wat ik ook denk. Want Dien is zo'n... Een killer. Maar ook tegen Genk had hij ook zo'n momentje. Dat hij voor de goal kwam. En ik dacht, als er nu één speler is die had moeten schieten, was het hem en hij nog afspeelt. Die scorepositie was wel moeilijker dan die... Ja. Ja, het is waar. Maar dan zie je dus ook weer aan Johnson. Maar hij heeft wel al een paar assists gegeven ook. Dus dan begin je toch ook te denken van... Is dat wel een spits om alleen in de spits te spelen, denk ik dan. Omdat hij dat soort dingen doet. En als je alleen in de spits speelt, dan moet je daar toch echt killen. Dan moet je echt goals. Ja, liever voor de goals. Zwaar. Enfin, Milde. Nou, ineens aan toe te voegen, specifiek. De tegengoal was een beetje flauw verdedigd, vond ik. Ja. Watanabe kost... Allee, ik heb een paar keer gekeken in de herhaling. En ik weet niet, Watanabe kon wel iets meer gedaan, denk ik. Hij stak zijn been niet uit of zo. Of ik weet niet, hij was denk, wel getrapt. Ik denk dat hij het niet verwacht, want eigenlijk controleert hij hem slecht. Dus hij geeft hem mee. En doordat zijn eerste baltoets eigenlijk net niet goed genoeg is en zo'n beetje naar buiten is, wat dan hem eigenlijk een split second verrast. Mm-hmm. En kan hij die een hoek maken en hem opkrijgen, want ik denk dat hij hem gewoon wil meepakken en achterlijn halen in feite. Dat was zijn eerste idee is. Ja, ik weet niet, wat dan heb je... Ik heb te zien, die knie, op een of andere reden zat hij op zijn knieën of zo. Ja. Van, wat doe je niet? En ook die speler die hem scoort bij zo'n Muller Daily was. Ja. Tot dan toe als hij met dat aan niet opgevallen. En dan ineens krijg ik zo'n flashback van, holy shit, hij heeft gewoon echt zo paar EK's, WK's met de Denemarken gespeeld. Mm-hmm. En dan begon ik ineens te zien van, als hij deftig begon te spelen, was het ineens zo... Ah ja, dat ding. Je kunt eigenlijk wel shotten, eigenlijk, die man. Maar eigenlijk. Dat is wel een dertig poesjes, hè. Ja. Die hebben, maar die hebben volgens mij vorig jaar ook Europa League gespeeld. Ja, in Europa League nog ver geraakt. En hebben die ook niet... Nee, ze hebben tegen Brugge gespeeld, denk ik. In voorronde van de CL, denk ik, dit jaar. Dit jaar? Ja. Want Champions League? Nee, dat hij voor tegen Cercle speelt. Dat was... In de ronde van de Europa League. Ja, die, maar dat kan ook. Die hebben 3-0 op een doos gehad van Molde. Het is ook zo... Ja, wel. Het is dat, hè. Het is daarmee ook. Ja, we dachten... Poesjes, op voorhand zeiden ze ook, of zo zei Franke, zo... Ja, Molde is niveau... Gelijk Union. Union, hè. Maar hij zei niet niveau Union, hij zei vergelijkbaar met Union qua speelstijl. Ja. Ze zijn niet per se, dus ze zijn even goed als Union. Ja, even goed als Union dit te doen. Ook wel nog zeggen, Roef, paraat weer op een paar momenten. Zoals hem kennen. Het was een bal inderdaad, dat die kapitein van mega ver trapt hem in één tijd of zo. Maar hij zei, ik ga je niet rechts in. En als hij een meter naar rechts was hij wel binnen. Zijn van. Maar hij tikt hem echt nog net zo boek, erover. Hij moest hem echt hebben. Een paar heel goede ballen gepakt weer. Zeker. Zo naar Roef altijd. Zeker. En die tweede helft werd een beetje doorgezet dit weekend. Tegen Milde, tegen een andere tegenstander. Jammer genoeg was het niet maar één helft dat we een beetje op dat niveau waren. Maar de volledige match. Ja. Ik heb er eigenlijk echt niet veel over te zeggen. Buiten dat we het niet moeten gedomineerd werden in eigen huis door Genk. 0-2, pijnlijk, vind ik. Ja, ik bedoel, het was vorige week tegen Union ook al. Franken durft gelijk niet voetballen tegen grote ploeg. Het heeft er inderdaad misschien te maken. Vroeger was altijd oké, we spelen tegen leider, maakt niet uit, we spelen thuis, boeien. Ja. Gewoon aanvallend voetbal. Het zei ons niet wie dat er tegen ons speelt, gewoon hups. En nu was het zo, dit en dat, ik weet niet. Vonden dat met de opstelling te maken had, want het was deze keer wel echt dat hij. Ik dacht eerst dat ik de opstelling was, want hij heeft hij nu wel geroteerd, maar dan. Klinkt het mij toch een plan van hem, dat hij heeft echt met vijf uit de back speelt. Ja. Hè, met Samoise in plaats van Fadiga, want dat is ook wel een heel groot verschil. Gandelman stond er niet op, en Gerken stond erop, en Araujo stond links in plaats van Brown zeker. Of nee, dat was Brown stond op plein, Araujo stond er niet op. Het was nog een die Ito denk ik... Ito stond erop. Ito,
Ja, hij speelde, allee, het was echt 5-2-3 zoiets dat hij speelde. 5-3-2 eerder. Ja. Mm-hmm. Ja, ik vond ook dat het toch zo wat op zich op ons afroepen was. Ja. Het stond ik op vond een, wel. Echt een heel flow match. Ja. Echt zot, hè? Het was zoveel moeilijk in om gewoon een bal bij te houden. Ja. Het was ongelooflijk. Ja, daaraan zie je, vond ik, hoe verder dat Genk staat, ook dan ons als team. Ze hebben natuurlijk wel ietsje meer basis nog van de jaren daarvoor. Ja. Qua spelers, ze hebben eigenlijk enkel vooral een trainer gewisseld. En ook, maar toch. Sommige spelers die ze aan hebben gemaakt waren van de Sint-Truiden, waar dat ding zelf vandaan kwam. Waar dat Genk zelf vandaan kwam. Ja. Dus dat was ik op een gegeven moment ook aan het denken, van het moet toch ook een beetje een gekke match zijn voor de Lord. Ze spelen tegen Stukers en Smets en Fink, waar je dan voor erbij zat in een andere ploeg. Ja. Ja. Het was niet zijn match, vond ik. Nee, maar eigenlijk van... Van niet echt iemand of zo. Ik heb echt moeten... ik weet niet wie dat... Ik kan geen man of the match van ons Ik heb één... Ja. Maar ik vond wel dat de paarspeelers bij Genk wel echt een heel goede match speelden. Dat is een team. Wat ik heel irritant vond, Smets speelde echt fucking match. Maar ik vond het echt heel irritant. Natuurlijk. Natuurlijk wel irritant. Ja, komen we dat trouwen wat te boven, jongens. Maar dat is ook echt een peet, hè, Smets. Ja. Die heeft het gezicht van een engel, man. Ziet eruit als een MMA-fighter of zo. Dat is echt super raar. Dat is echt een stok, maar volgens mij maakt je echt kapot, man. Nee, ik zou wel één of twee spelers kunnen opnoemen. Ik denk Jordan. Jordan heeft heel veel ballen geblokt, heel veel maar op andere momenten stond hij ook wel echt niet op te letten. Ja, bij de 1-0 stonden ze daar met twee eigenlijk niet, bij Tolu, Mitrovic en... Het was eigenlijk vooral Jordan die man niet loopt. Nee, ik heb eigenlijk allemaal half gemist. Ik heb hem net zien vliegen. Maar voor de rest vond ik... De kraan in de menu. Wel echt een goede match verdedigend. Ik denk in de eerste helft, denk ik, ik weet niet meer wat het was. Ja, eerste helft, dat hij op een moment dan een blok zet tegen een schot dat redelijk dicht kwam. Ja. Dat hij zo komt aangeslaaid. maar ik zei het, dat was heel goed van hem, maar op andere mensen had hij echt slapen. Toen denk ik in de tweede helft, daar was er beetje een kans. Beetje nog zijn Jordan, zeker, zo nonchalant. Was er zo'n kans dat er van rechts, van redelijk scherp rechts kwam. Ja. En zat er pakt ze op te kijken en ik moet verdedigen. Dus ik vond hem echt een heel dubbele match spelen. Maar over het algemeen, ik vond het echt een slechte match. Het was gewoon veel duels verloren. Het was heel veel ruimte voor Genk ook. Ja, maar het was pas na de 2-0 dat we zo wat duelletjes begonnen winnen, eindelijk. Ja, daarover ik iets zei. Ik heb Pieter Gerkes horen zeggen, na de 2-0 waren we de even knie van Genk. Bro, hoe durf je dat te zeggen? Je staat 0-2 achter. Ja, wat denk je als ze dan evenveel gaat doorduwen? Nee, die gaan ook gewoon pezen. Oh ja, het gemakske, want een bekerwedstrijd. Oh ja, oké, we gaan iets minder pushen en iets minder doordrukken. Ja. En ik ga het wel nog een beetje nuanceren, want hij heeft wel gezegd van... het is jammer hoe dat we gestart zijn aan de match, met welke mentaliteit. Want na de 0-2 hadden we pas het gevoel van we kunnen de evenknie zijn. Dat heeft hij gezegd. Hij heeft niet gezegd, we zijn evenknie. Heeft hij zeker niet gezegd. Hij heeft gezegd, we kunnen het wel, maar we hebben het gewoon niet gedaan totdat 0-2 was. En dan hebben we in één keer gezien, hebt wel nog een dat was van. Echt wel heel weinig inzet. Ja. Ik denk, moet zijn... Kijk, nu al mijn man of the match geven. Samuaze was eigenlijk ineens niet hem wel echt smeet in die match. Altijd. Ja, maar daarom... En dan zo spijt dat hij dan zo die hele kaart krijgt. Ik denk, dat is nog geen fout. Ja, juist. Oh my god, dat was heel... Laforge was scheidsrechter. Dus die bal gaat richting de speler van Genk, zeker. En Samuaze gaat erachter en hij wil die wegtackelen. Dus gewoon recht vooruit, niet langs achter of zo. Het was ook vol op de bal. Mm-hmm. Die speler van Genk, als hij wil, kan het gewoon overspringen. Hè? Er stond letterlijk een meter nog tussen. Dat als Samuaze tackelde en dat die speler van Genk daar stond. Als Samuaze daar geen geel had, dat hij waarschijnlijk langer blijven staan. Was er ook. En dan, het was die grint dat we misten. Hè. Er zat één die dat hij was dat een echt altijd brengt. Die echt vol een bak ging. En dat speelde gewoon niet met ketens nu, zeg maar. Maar voel je toch zo, ik kan niet vol een bak gaan. Ik kan niet alles erin zetten, maar met dat geel zitten. Omdat dat Laforge is. Hij weet ooit wat een dien. Een keer dat Ito geen geel pakt. Het was niet tegen Mulden, maar het was tegen Union, pijs ik ook. Ito echt al drie matchen of zo, en dat hij binnen de 2 minuten geel pakt. Mm. Dan moet dat toch ook wel beginnen. Dat was ook onzichtbaar. Maar zoveel mensen. Ja. Het was een en al Genk dat de klok sloeg. Ja, dus het was ook onze wedstrijdmentaliteit, vond ik een beetje. Ja, gewoon flauw is.
als ik nu gewoon even een paar statistieken mag overlopen, interessant. Oh, nee. Stadman. Ik heb een vraag voor u als stadman, maar stadman? Gaat u daarna ook wel doen? Gewoon om aan te tonen wat voor flauwe mat dat was. Like, balbezit 41%, val wel mee, maar weet je, grote kansen 2-3, maar dan, weet je al, expected goals 0,49 tegen 2,48. Dat is heel... We hebben echt... Daarbij. Ja, ook, maar we hebben, denk ik, 3/4 van de match op expected goals 0. Denk het, 0 gezeten. Maar goed, schoten 5 tegen 17, waarvan 0 tegen 3 op doel. Bij dat wij een paar keer hebben geschoten naar de goal in de laatste 5 minuten. Oh ja, dat zal het al zijn. Dat was het. Ja. Saves, 1 tegen 0. Van Kombo heeft zelf geen redding moeten doen. Hij zou kort pakken. Ja, dat is... Hendrik, ja... Roef heeft 1 bal gepakt. Sad. Dat is het. Op zich had het was geen penalty. Ja. Maar eerlijk, ik had ook echt niet het gevoel dat die bal ging pakken. Ik dacht, want alles ging gewoon zo slecht. Van, ja. Ik had voorspeld in de Discord was er zo'n speciale ding van, we moeten iets voorspellen. En ik zo, we krijgen een penalty tegen, maar Roef gaan pakken. Dus ik zo, we krijgen een penalty tegen, ik zo, ja, oké, ik ga punten pakken. Ja, toch niet. Hi Jinx. Ja, dik zwaar. Ja. Ook wel trouwens... Iets wat ik wel echt nog wil vermelden, is Proficiat en merci, banlieue Antoise. Ja, ja. Juist, ja. Een groot kifo, 10 jaar, die waren daar Hansen dag aanwezig in dat stadion. Dan had ik ook het gevoel, zij hebben wel de sfeer proberen brengen, enthousiast proberen zijn, maar ze zijn daarvoor jammer genoeg niet beloond. Dat is wel nog een vette tifo, 10 jaar, banlieue Antoise. Het ding is dat de speler dat truitje aan van banlieue Antoise. Ja, ik had het zien. Zo'n t-shirt met zo'n 10 jaar... Als ze op het veld kwamen. Ja. Nee, niet het speelt. Ik heb de foto ook wel gemist, eigenlijk. Ja, ik stond eronder, ik had niet wat opstond. Ik was een beetje Veel Piero en zo. Ja. Cedric stond trouwens ook uit Lang, hè, stond trouwens ook op het veld. Ik weet ook niet wanneer. Was, op beelden aan te maken voor Balieu. Hij had zo'n Jupiler hesje aan, zo'n Jupiler Pro League hesje aan. Dat ik zonder die tyfo ook het allemaal niet zien. Maar ik had ook een hesje aan, want anders zie je die man niet. Punt was ook, ze zijn allemaal foto's gaan maken. Daarvoor was dat nog niemand en hij moet daar zo'n hesje aan doen. Van, omdat hij foto's van Balieu gaan maken, zo, dat iedereen zou weten dat hij dat komt doen. Er is daar zo niemand. Maar het was ook, dus ik zonder die tyfo, ik had ook helemaal niet gezien dat Genk ook had afgestoken. Dat heb ik ook niet door gehad. Ja. Ik heb dat pas achteraf gezien op beelden. Mm. Ook veel volk. Ja, met die man van Fortuna Sittard. Nu aan de bij blijkbaar. Sittard. Sittard. Had jij een man of the match zelf, Emiel? Hebben al matchen... Heeft hij er een? Samwazen. Ja, Samwazen. Omdat hij ineens was die wel inzet toen. Toen u nog ik? Dat had ik gezegd. Ja. Heel liedjes. Nee. Okay. Ik weet niet dat er nog andere zijn, eigenlijk. Ah, wel, ja. Geen Roef zijn, maar waarom zelf? Ik weet niet. Ik vind niemand die boven de 5 op 10 gespeeld heeft. De sfeergroep. Ja, mijn man op de match is... Laforge. Oei. Echt waar. Ik zweer het u even. En dan op Sporza. Laforge vloot een degelijke match. Referee department, alsjeblieft, haal die man van de veld. Ik zweer het, ik ben zo beu om de match te gaan kijken waar hij fluit, waar ik 10 minuten van het 90 gewoon naar hem moest zitten kijken en dat een show aan het geven is. Echt zo fucking beu. Haalt alle tempo uit de match, moet altijd praatjes staan maken. Ja, altijd. Op een moment ben je een vrije trap, denk ik. Of een corner. Corner. Niet een vrije trap. Echt. En dat is zo... Weer zo onnodig, die wat spelers naar hem roept voor te zijn. Niet duwen, hè, jongens. Want die weten dat zelf ook niet. Ik weet gewoon... Laat de fase doorgaan en fluit als er een fout gebeurt. Toen niet altijd van... Ja, en dan was een geweten. Niet duwen of binnen een penalty ook. Volgens mij stond hij al na 2 minuten bij Franken. Op je lijntje blijven, hè. Na 2 minuten stond hij al bij Franken. Ja. Echt waar. Dat is echt Circus Laforge. Iedere keer dat hij in de stad komt als die een match komt fluiten. Doe hem weg, please. Maar op een gegeven moment ook zo dat duidelijk hele kaart voor Genk moeten zijn. En dan zo... Kom ik naar die en dan zullen ze een babbelje doen. Hè. Ja, vrolijk. Echt in die pesten. Ja, kom mee, cognacs kunnen uitschakken. Kom nou een keer babbel. Dat was stout, hè? Wat is echt een keer ook een mic. Ik wil een keer mic'd up kennen. Kijk naar mensen, NBA. Echt een keer mic'd up in de die pool. Wil ik echt een keer bezig horen. Want dan moet gehaald worden. Ze maakt die bezig te houden. Ik denk ook echt waar, kom aan als speler, dat ze de schoolmeester, dat ze de Heine van Haasbroek onder de referees eigenlijk, die nu zo, plaats van zo doet, de hele tijd zo. Allee, dat ding. Als er iedere keer zo in zo...
hoort wel van spelers dat de referees die goed zijn, zijn degenen die gewoon super kort zijn. Ja, gewoon. En die zeggen van, nee, dat was fout, fuck u. En hij moet altijd zo... een uitlaag geven, man. Dus mijn man of the match is de referee. Bij gebrek aan. Man, de match moet echt slecht zijn geweest als we zo passioneel zijn over fucking LaForge. Maar ik ben altijd passioneel over LaForge. Ja, maar niet over de rest van de match dus. Ja, ik bedoel over iets babbelen, mijn vriend. Ik ken niet veel om mij aan op te warmen. Gelukkig was er een in het geel die daar af en toe een keer wat show kon verkopen. En dan wist ik, nu wordt het plezant. Voor de rest... Ik weet niet... Ja, nee. Slapmatchje, zeg ik. Ja, het is vreed. Ik weet niet hoe dat, wie dat ik moet pakken dan. Ja. Mocht dezelfde pakken van mij. Ja, of anders Tori of misschien... Was Mata degelijk. Zeg mij ook wel echt. Die speelde echt een verschrikkelijke bal terug op Mitrovic bij die penalty. Sorry. Pas echt. Ja, de sfeergroep dan. Even over die bal van Watanabe. Ja, dat... Ik denk, als je de bal niet wegkrijgt, heeft dat gewoon een lel op naar voren. Ja. Niet altijd proberen uit te voetballen. Je weet, vergeef dat. Ik weet, dat is een goede verdediger. En hij maakt nu een keer een foutje en dat komt duur te staan. Maar dat is, ik zie dat vaak, en niet alleen bij Gent, maar in het algemeen. Zodat dat, ik snap dat je wilt uitvoetballen, maar zeker in een match gelijk tegen Genk, het lukt niet. Mm. Het gaat niet. Stop met te proberen. Maar we kregen hem van voor ook niet vast. Hè. Ja, want dat, ik had ook gezien met Brown. Ah, Dino is gestart ook. Hè. Ja. Dat was wat ik nog zocht. Dan had ik geen balvastheid. Wat was uw plan dan met vijf en geen groeispits? Wat ik ook zo wel raar vond, is dat Roef veel lange banden op zijn wazen trapte. Juist. Waarom? Ja, ik zei de hele tijd in de eerste helft, kom aan. Ik zei tegen mijn in de tribune, zei ik, elke bal dat Roef is aan Polen krijgt, zo snel mogelijk naar Brown schip. Want die stond tegen Alouadi. Die is dubbel zo groot exact, als Alouadi. En dat trapte hem naar een van de kleinste die erop staat. Oké, je duelkracht, zo, de snapte hoe is ik echt wel, niet. Maar de kopduels, dat trok er ook niet veel. We kwamen er niet uit, dus we hadden doen we alle bal naar Brown pompen. Maar echt onder zeven, Maar ik moet wel zeggen, Brown was ook echt niet goed. Ja, die heeft heel veel ballen verloren. Ja. Maar vaak ook heel onnodig. Dat was vaak met zo'n onnodige tirelantijn. Ja, zo'n hakje tirelantijn. Ja, was onoplettendheid. Ja. Ik denk, dit is nu echt geen match dat je hakjes moet geven. Hè. Ook in de opbouw, ik weet niet of dat bij Genk gewoon goed vast stond, maar in de opbouw vonden wij echt nul opties. Maar echt 0,0. Hier komt hij daar aan de Brown. Ik kijk naar een voorgoed. Klopt daar precies niemand. Dan kan ik je terugkappen, weer naar breed. Maar het was gewoon van die onnodige frivoliteiten, dan noem ik dat. Ik denk, nee, stop ermee. Het lukt niet. Het is echt niet de moois om dit te By doen. By the way, die LOAD, wat een bal eigenlijk. Balieman. Echt, wat een voetbalist. Shit. En die hebben ze gewoon gepikt. Bons voor... ook, ze. Ja, maar eigenlijk was dat de man van de match. De onofficiële man van de match. Ja, voor mij, die deed alles juist. Ja. En vorig jaar was dat echt zo'n kieker onder kop. Ja. En nu, in plaats van vier man te pakken, weet hij nu al... Ik moet twee man pakken en dan moet ik hem naar mijn aanvallende middenvelder spelen. Hij was echt goed, vond ik die ook. Ik kon hem niet stoppen. Ook wel echt goed afgewerkt. Ja. Echt. Onze twee spitsen hem niet zo om kunnen binnenwerken. Ja, ik zou ook wel een keer willen zien hoeveel touches dan spitsen hebben gehad. Misschien goed om door te gaan, want hetgeen wat we zeggen ook nog in het algemeen is dat eigenlijk, we staan veel te hoog voor hoe dat we alle handseizoen aan het spelen zijn. Hè. Ja, eigenlijk wel. Het is alleen maar een goede periode had ze, maar zeker de laatste weken is zo. Maar is de goede periode? Ik heb gekeken. Maar dat was ook niet goed, hè? Nee, dat was we worden daar de helft weggespeeld. Natuurlijk, ik heb twee goede matchen genoteerd. Twee goede matchen. Dat was thuis tegen Westerlo en tegen Leuven. En de rest was allemaal matig tot shit. En gestolen. We gaan kijken op Kortrijk. Dat was ook vreselijk. Ja. Dat was een opener. En we spelen eigenlijk al Hans doen hetzelfde, hè? Maar dat is positief. Dat is positief in het verhaal. We zitten in een transitie. Ja. We kunnen gelukkig, doordat we zo hoog staan, want dat even goed kunt, dat we nu, gelijk Nyon of zoiets, dat we 15e stonden. Ja. En dan is het in één keer wel, dan zit een drukker wel, dan zit er wel te kijken, nu is Franken wel een juiste trainer. Maar is ook wel, dat is nu ook al zo, de middenmoot ligt allemaal dicht bij elkaar. Wel, dat wel. Dus. Union twee keer winnen en die wordt 6, dus. Ja. Of wij twee keer verliezen. Zeker verliezen en we staan 14 of zo. Dan staan we wat meer op ons. Allee, ik weet niet hoe dat Hunter daarover denkt, maar ik vind het wel gewoon matig natuurlijk. Maar ik had het wel voor. Allee, ik vind het ook niet erg of zo. Hè, nee. Ja, dat wil ik niet zeggen. Ergens zijn we ook wel efficiënt natuurlijk. En weet je, hoeft pak veel bal, dat is ook allemaal goed. Het is geen leuk om een keer efficiënt te zijn. Ja, voilà. Voor mij zo wat Anderlecht van vorig jaar. Het is eigenlijk echt. Ja, een beetje wel. We spelen gewoon shit, maar we winnen gewoon. Hoe weet ik niet, maar. Anderlecht speelde gewoon anti-voetbal en ze waren daar goed in, maar ik denk dat wij niet anti-voetbal proberen te spelen. Nee, we proberen. Denk je dat Anderlecht het ook probeerde te spelen anti-voetbal? Ja.
Ik denk dat dat een bewuste keuze is van Riemer om resultaatvoetbal te spelen. Ja, ja, dat is wel. Dat is wel. Zeker. Maakt dat misschien niet nog trister bij ons? Ja. Dat we proberen, maar het lukt. Ja, nee, ik weet het. Maar het is echt zo het omgekeerde dat we normaal gezien gewoon zijn. En normaal gezien is altijd zo, oké, we spelen voetbal en we kunnen niet scoren. Maar geen resultaten. En nu geen resultaten. Niet zo denderend voetbal, gewoon en we pakken zot efficiënt vaak. Al resultaten. En zo winnen. De vraag is dit onze... identiteit? Nee. DNA. Maar ja, ik wil ook wel gewoon een keer hoog eindigen, weet je. Ja. Een keer het play-off zo leuk zijn. Nee, maar het is al 2 jaar dat ik eigenlijk gewoon geen Europees een keer wil spelen. Ja. Is dit... hoe goed dat we zijn onder Franco, of is het nog altijd het feit dat we de transitiejaar hebben? We moeten het jaar tanken, vind ik. Allee. Vorig jaar was ook sowieso echt een transitiejaar. Ja, ook nee, ook was het, ik weet het, maar dat was het. Als we terug beginnen praten hoe vorig jaar gaan. Het was geen transitiejaar, het was een transitiejaar op het moment dat we Fofana verkocht hadden. Ja. Ah ja, maar dan dachten we van, oké, dan moeten we cashen, want blijkbaar hebben we rood op onze rekening staan. Nee, het voordeel is, omdat dat er nu geen spelers zo goed uitblinken, dat ze nu verkocht gaan worden in januari. Nee. Ja, maar inderdaad. Kende, anders waren ze Misschien daarom dat Gandelman plots zo... gestopt is met scoren. Ja. Dan na de winter begint hij opnieuw. Nee, we gaan hem even op de bank zetten, want dat kan hij niet meer zijn. Hij moet zijn biet weg zijn. Dat komt omdat hij gesnupt is voor de gouden bal. Ik vind het wel zo... Als je voor Gandelman echt een prijs kunt pakken, moet je hem ook... Dat is echt zo'n specifiek speler. En ja, hij is goed. Maar ik heb daar tegelijk ook zo'n beetje een Orban gevoel bij, in de zin van dat ik denk dat het ooit een keer gaat stoppen. Wel. Ja, maar het is heel raar, want als middenvelder kan ik zo begrijpen dat ze hem ziet spelen en denkt van, goh ja, het is heel veel fouten, heel veel niet echt complete speler, maar al die goals die hij maakt, maar pas op, is zo van, ja, wat doen we daar? Met dit goals is maken is belangrijk. Ja. Ik vond die tegen Mulden eigenlijk, ik was hem in de gaten aan het houden, omdat inderdaad ook vaak het gevoel van, wat doet Gandelman extra buiten die goals maken? Veel mensen zeggen van, ja, maar ik kan toch niet op een badcap schoen. Allee, die heeft toch niet goed in het spel bij ons. Maar ik vond die tegen Mulden, een shot, vond die eigenlijk wel best goed. Ja. Voetballend. Maar die heeft toch goed, maar zo'n match waar dat hij echt een goede middenvelder is, vaak krijgen we die niet direct. Tenzij dat er zo, elke keer dat hij scoort ook, vindt dat hij een goede middenvelder is. Maar het is gewoon zo raar dat hij zo... Had je ooit zo het gevoel gehad dat Handelman het middenveld controleren? Nee, maar dat is maar, niet de type speler. Niet de type speler, maar zelfs... Ja. Is gewoon iemand die... Ik val Fellaini, vind ik. Is gewoon iemand die van de ene bak naar de andere loopt, van de ene 16 naar de andere loopt, om daar te verdedigen en daar aan te vallen. Ja. Dat doet hij eigenlijk niet. Ja, dus inderdaad, als hij een bal krijgt in daartussen, dan is het ook zo snel mogelijk weg. Dan is het controlebreed, alsjeblieft. Zie je hem met een bal, zie je nooit lopen. Yeah. Ik vind ook... Ik heb gezegd, die loopt raar. Die loopt echt zo... Echt op letten. Hij heeft dan nu wel een kopbalkans gemist tegen Genk. Ja, maar het was wel moeilijk. Het was moeilijk. We weten dat hij dat kan, maar... ik vond hem niet meer als ik zweer het. Maar ik gewoon een schapenpotter toen. Het was er. Het was meer naar het einde toe. Maar ik vond Gandelman wel een hele match wel... En eigenlijk al een paar matchen echt matig. Weet je, het is niet zo dat type dat ze een bal bijhoudt en daarmee loopt. Maar tegen Genk heeft het toch ook wel echt onnodig veel balverlies geleden. Zo'n bal die niet toekomen. Het was gewoon de hele ploeg die ging. Maar van hem verwacht het als niet collectieve malaise. Ja. Maar ook te maken. Ik zeg het wel, dit jaar met een tanken. Je zit met Hans in overhang, maar je zit ook met nieuwe tactiek, jonge spelersgroep. Plus, ik denk, ik zou een keer een stadman voor de volgende keer. kon ik je zien hoeveel volk dat er in ons huidige kern al Europees gespeeld heeft ooit. Of een Europees seizoen met 40-plus matchen. Ja. Want dat scheelt ook mee. Een Sonko, een Surdé, een Gambour. Al die mannen hebben nooit zo'n seizoen. Op het kalender zo. Ja, en nu ineens moeten die drie matchen in de week spelen. Dat is niet te onderschatten. En mensen, dus dat heeft er sowieso ook mee te maken. En we zijn aan het... naar een goede curve aan het gaan. Dus ik ben terug. Ja, dat is toch de bedoeling. Ja, maar dat is altijd de bedoeling normaal zien. Ze krijgen dit jaar van mij een pass. En als het volgend jaar niet beter is, dan is het. Ah, wel, ik ben oké met Franken het jaar te geven. Ja, het seizoen te geven. 100%. Moet. En ik denk, de ambiëren om play-off 1 nu. Ja. Willen we Europees? Daar gaan we waarschijnlijk nog een discussie over hebben. Maar ja, ik wil de long term. Ik ook. De kans geven. Maar ik ben trust the process. Hè? Ja. Ja. Het is nu ook wel anders. Ik ben ook altijd al even een advocaat geweest van... een keer niet Europees spelen, maar nu zitten we juist met die jonge selectie. Ik zeg dat
omdat je dan gelijk Genk, die hebben dan een paar keer een keer een jaar niet Europees speelt, maar het jaar daarna doen die wel altijd mee voor kampioen spelen. Hè. Ja, dat is. Dus daar, in dat opzicht, toen we nog met hen nog een redelijk deftige kern hadden, dacht ik van, doe dan, allee, niet doe dan een keer, ik weet dat niet, salonremiezen bij wijze van spreken. Hen, verlies tegen Genk. Zeg dat tegen hem. Ja. Maar nu weet ik het ook niet meer. Of dat ik... Ik wil ook inderdaad al die jonge gasten, al die ervaring, dat we inderdaad dat traject kunnen voorzetten. En als we nu een jaar niet Europees spelen, denk ik dat het gaat blijft misschien gewoon een goede inkomstbron uit. Ja. Ja. Maar dat is een vraag dat ik had voor Stadman. Ja. maar nee, het is gewoon, maar, want we hebben het over traditie, ja, we hebben het over de spelers die we kopen, we hebben over de onbewezen spelers. Van hoeveel verschillende spelers hebben al gestart voor Gent dit seizoen? Niet zoveel eigenlijk. Ik denk dat van buiten weet. Nee, maar ja, ik bedoel maar. Ik vraag het niet direct aan iemand, het is gewoon okay. Omdat hij Stadman heeft. Hij heeft toch echt zijn basiself een beetje, of zijn type elftal. Ja, ik heb ook wel het gevoel van type 16, elftal, 16, 17, genoeg veranderd. Ik ga niet zeggen dat hij compleet roteert, nee. Maar ik denk toch wel dat zo elke ding is zo van, ah ja, nu speelt die een keer middenveld, nu speelt is die een keer, nu stuurt die Sonko. No. Dus je pijst er wel over na, ja. Nee, nu zou het ook tegen Genk wel van zij spelen, dus Samwaze speelt, dus Pieter Gerken speelt. Er zit daar blijkbaar wel iets achter. En, maar ja, nee, maar het is niet dat er wel iets achter is, ik weet, maar het is gewoon, ik vind dat we veel spelers al hebben gebruikt. Die we hebben dat minder het geval was bij Heijn vorig jaar bijvoorbeeld. Ja, dat we niet echt een basis elftal hebben. Allee, ja, toch wel. Ja? Ja, toch wel. Johnson, iedereen is wel een keer gebruikt geweest. Ja, Kutjo is dat. Kut Johnson, Surdé, Fadiga. Ja. Ja, van die gaan de Lorge, Ito, denk. Gandelman, links Brown, dan Mitro. Pak nu, nu doen wij toch twijfelen. Dan is het toch Gambor. Watta. Dan is de vraagteken voor mij enkel nog Mitro of Torunariga. Want dat, daar is hij wel te snel switchen. Ik denk dat Mitrovic al meer gebruikt is geweest. Ja. Mitrovic wel, ja. Ik wou ook zijn, het zegt ook echt genoeg dat je vindt dat Torunariga zijn beste match nu was. Allee, dat hij man of the match was tegen. Het was voor mij ook een van zijn beste match in het seizoen gewoon. Ik zeg man of the match. Dat is ook al veel. Ik vind het echt een patatje dit seizoen. Wat is daarmee gebeurd? Maar het is toch... En we waren zo blij dat hij bleef. Hè. Ja, dat was aan mij ook echt zo. Yes, oh, we hebben hem. En dan zie ik hem shot. Na een uur. Kwalitatieve ervaren verdediger zo. En dan... Ja. Tijdens zijn huur is nog nooit, heeft nooit dat niveau gehaald tijdens zijn huur. Het eerste seizoen toch naar Real zijn. Nadat we hem gekocht hebben, dus het is slecht. Nu dan nu niet meer. Nee, maar dat vind ik ook niet. Het was gewoon zo. Ik overdrijf, maar dat is wel zo het gevoel dat ik vond hem heel goed tijdens de huur en heel wisselvallig daarna. Maar we nog spelen voor terug te gaan, ja, zeker? Ik weet het. dat was het seizoen dat we inderdaad beker wonnen. Ja. Kijk, we hebben alles gedacht zeker over Jonk. Ja, misschien hem toch wel... We hebben nog, voordat we overgaan naar de voorbeschouwingen, toch nog een popular opinion. We hebben misschien al relatief wat aangehaald, maar een popular opinion is dat Fadiga momenteel onze belangrijkste speler is. Een kanttekening die daarbij wil maken, is hij te belangrijk momenteel. Hoe doet het te belangrijk? Ja, als er één speler is waar je sowieso op moet leunen, dat is nooit goed. Hè, bedoel. Het gevaar, ik heb het gevoel, als kijk ik er terug naar al onze goals dat we de laatste 3-4 matchen hebben gemaakt, en bijna alles komt van die kant of van Fadiga die gescoord heeft. Of, allee, en dat komt wel veel van op rechts, ja. Je zou nog een kanttekening kunnen maken van Gandelman is misschien onze belangrijkste speler. Kunnen jullie dat? Jullie vinden dat onze belangrijkste speler is momenteel? Ah, wat, maar dat is Roef daar ook bij zetten. Roef, ja. Roef. Sowieso. Maar dat is de gedachte dat ik net gezegd heb. Fadiga is een belangrijk speler. Ik zat te denken van, wie is er zo'n beetje... Wie zou het anders kunnen zijn? Ik dacht van Gandelman, maar dan denk ik van, ook niet momenteel direct. Momenteel ook stats. Ja. Dus het is echt wat, maar dan zegt het ook misschien een beetje over dat niveau dat we besproken hebben, dat niveau is van als Fadiga onze belangrijkste speler is. En niet dat hij slecht aan het spelen is, maar... Kijk, het is wel goed, hoor. Ja, ik vind hem bijvoorbeeld beter dan Brown. Maar hij is ook een flankspeler. Ja, ik weet niet, het is toch niet... Het is aan een winger. Allee, ik heb dat al gezegd, vanuit dat het een winger was, omdat hij geen wingback is. En hij speelt nu die positie en hij speelt... Bevree hoe? Echt ontketend bijna. Ja, sowieso. Hij kan zijn man voorbij, dus hij kan scoren, wat Brown dan niet doet, bijvoorbeeld. Ja, het zegt mij ook niet... Oh ja, ja, totaal. Niet alleen. Hoe Brown kan niet scoren. Ik vind niet dat zegt over ons niveau dat Fadiga momenteel onze belangrijke speler zou zijn. Mm-hmm. Ik vind eerder dat ik echt moet zoeken naar iemand anders. Ja, wel. Dat echt maar ik vind niet erg, maar het is zo... Ja, ik denk dat er wel zo meespeelt dat het feit dat zo het niveau en ding is dat Fadiga ons best speler is. Indicatief is van het niveau dat we hebben. Het is zo, als je vraagt aan een niet-Gent van en je zegt de naam Gent, aan wie denkt hij?
van de huidige ploeg. Ik denk dat ze al moeite gaan. Allee, ja. Dat ze moeilijker gaan denken van stopte. Lekker vorig seizoen konden dat Ik had een heel korte periode waar ik toch wel dacht van de Lorgen is wel heel goed bezig. Ja. Nu, nu is dat wat minder. Is vrij goed start, de Lorgen en Surdé vond ik in begin ook goed. En die zijn allebei een beetje weggezakt. Al vind ik dat de Lorgen zijn niveau is wel constanter dan van Surdé. Ook de Lorgen is toch niet gewoon van zoveel. Die komt van zijn Ja, inderdaad. Dus die, allee, ik vind hij eigenlijk wel een constante zeven speler. Hansen kan die ook wel. Tot nu toe, misschien in het algemeen onze beste speler wel. Ja. Maar voor het moment vind ik wel die wel belangrijk. Meest consistent. Ja. Ja, en dat is misschien nog goed, want jong en eerste seizoen met een Europese kalender daarbij. Dat is ook een speler bijvoorbeeld van die speelde daarvoor ook niet Europees. Ito speelde nooit Europees. Allee. Moet ik je voorstellen, zei Mathieu Zalozen, komt van Sint-Truiden. Je gaat naar Gent, dat Europees speelt, en plots je eerste Europese match, of allee, een van de eerste Europese matchen ooit dat speelt, is tegen Chelsea, man. Dat moet ook zoiets zijn. Oeh. Ja, en ik vond hem echt, ik vond hem echt een baller. Allee, sowieso. Niet dat het hem dan merkte dat hij stress had daar. Ja. En daar bijvoorbeeld wel aan Fadiga. Die was echt onzichtbaar, die match. Maar dus ja, ik weet niet of er nog andere shouts zijn voor belangrijk, omdat dat eigenlijk is het een proper opinion. Fadiga is, ja. De ploeg is het belangrijkste. Nee, maar sowieso de laatste weken zijn sowieso al heel belangrijk geweest. Met zijn goals en zo. Zeker de voorbije matchen wel. Ja, dat is uiteindelijk nog altijd het belangrijkste. In een voetbalmatch goals maken. Hè. Ja, ik denk ook aan die goal. Was dat tegen Leuven of zo? Ik weet niet wie dat was. Dat hij daar zo die man uitkapt en dan op het dak van de goal schiet. Toen er niet veel zijn. Ja, dat was een goede afwerking. Dat is echt zot. Dat is echt zo die Fadiga-beweging. De kruifturn, gelijk dan zijn achter het steunbeen. Eerst vol een D-snelheid aan en dan gewoon achter het steunbeen kappen en de rest juk. Dan klets. Ik zou zeggen Fadiga en Roef. Heel het belangrijkste momenteel. Denk, ja, ik zou Roef meer dan Fadiga. Ik denk Roef ons meer punten heeft behouden. Wat dat eigenlijk? Ja, ik wat, wat aan het denken. Wat dat mogen we niet vergeten. Want dat is ook. Het is inderdaad, als je nu te doen bekijkt, zowel Roef, Watta, de logische Fadiga. Die zitten. Die zijn zo'n beetje clear in de. Want dan zou ik dat wat dan al ben iets minder misschien vindt dan vorig seizoen. Maar wel altijd super belangrijk wel. Maar ik denk dat het ook een beetje de bias is van de meest recente match. Hij speelt natuurlijk ook met Pepe en Kokkie naast hem nu. Allee, Torino Riga, die weet niet wat daarmee gebeurt. In de avond is dat te slapen. Ja. Die heeft echt een kraak gehad toch door die transfer tenminste. En Mitro, Mitro kunnen zo niet. Ik heb ook niet tegen hem tegen. Maar het doet super hard zijn best, hè. My captain. Ik vind Mitro een goede aanschaffing geweest. Ja, degelijk hoor. Ik was een transfer waar ik ook mee help aan het was van wat is deze nu? Maar het valt wel, mee. Allee. De transfer valt mee. Uiteindelijk, je weet wel, hoe oud is hij? 35? Ja, het is gewoon een leider in de kleedkamer. Ja, die bij de jonge gasten gewoon erachter gaan zitten. Dus Mitro is meer dan deze. Eigenlijk, hij doet zijn werk goed. Mm-hmm. Soms is het wel een keer te traag, maar 34. Ja, 34, ja. Maar die houden ze alweer in. Ja. Maar ook die smet dan wel meestal, hè, als ze ziet. Toen ik een penaltietje erdoor zet. Nee, maar dat was... Maar dat was zijn schuld niet. Dat contact was ook niet... was best licht ook, maar... Ja, maar eerst raakte hij hem met zijn voet in zijn knie, maar dan blijft hij wel haken. Dus belt hij gewoon, Ja. Dus ja, kijk. Oké, dan kunnen we overgaan naar het dilemma van de week. Iets wat we ook eigenlijk al een beetje hebben aangeraakt. Momenteel, wie wilde in de basis zijn? Ik ga nu niet denken aan de bekermatch tegen Rochefort. Sonko of Surdé? En er is op Twitter heb ik een paar comments gelezen dat er heel veel mensen... Het is natuurlijk ook wel die Twitter-hype. Sonko is echt veel beter dan Surdé. Ik vind dat je met Sonko moet spelen. Ik vind dat te vroeg. Surdé heeft hem wel echt al bewezen het seizoen. Hij heeft nog altijd... Had de meeste assists ook. Kun je dat nog altijd zo eens? Ja. Het is gewoon zekerheid tegen potentieel is gewoon het algemeen eigenlijk. Want ja, zekerheid. Ik geef altijd de voorkeur. Meer zekerheid met Surdé. Meer zekerheid. Met Surdé dan met Sonko. Ja. Maar het is gewoon, als je die match van Sonko tegen Molde ziet, dan denk je van... Oh. Surdé moet wel niet veel meer matchen tegen Genk spelen, want als je een anti-man of the match zou kiezen bij ons, zou ik wel Surdé zijn. Nee. Echt? Ja, zou je ze tegenvallen? Ik weet niet, ik vind maar die echt zo Sonko het eigenlijk beter hebben gedaan dan? Dat is de vraag. Dat is je kunt dat niet moeilijk antwoorden. Ja, maar ik. Hij is ondertussen al ingehaald, wel, zoals de koning. Het is nu Vincent Janssens. Ja. Nee, ja, maar... Janssen. Ik vond hij gewoon echt niet goed, eigenlijk. Ja. Ik vind wel altijd dat hij heel veel kilometers maakt. Ja. Dat heel veel loopt altijd gewoon. Dat is het enige wat hij ook niet kan. Maar nu kwam er ook echt niks uit. Nee, alhoewel, dat zo... Begin tweede helft,
ik had ook een lange periode van pak hem gewoon af, alsjeblieft. Maar er, als er dan een voorzet kwam, was het altijd van hem die uitweek naar links en die smeet. En ze kwamen er niet 100%, maar er is wel een paar keer een kans of een kansje uitgekomen. Als, en het was dan toch een voorzet die van hem moest komen. Dan had ik ook wel het gevoel dat van wie moest het komen, die match. Ik weet niet, het was dan toch Surdé of zo. En hij was niet goed, hè. Maar ook zijn was Surdé nog eerder zetten. Tegen Genk, niemand was echt goed. Nou, ik ben nu toch ook echt te twijfelen, om eerlijk te zijn. Het is niet makkelijk. Ik zou Sonko pakken, eigenlijk. Ik wil ook dat hij meer speelt in het algemeen. Dus tegen Beerschot, Beerschot, maar dat is nu ook wel een relatief, ik ga niet zeggen, ideale match. Alhoewel, Anderlecht heeft er zich een week geleden ook serieus op mispakt. Dus als je nu een keer zo heavy rotation game doet tegen Beerschot... Als je bijgelovig bent, is dat de win dat ze hebben voor even. En dan gaat het niet tegen ons gebeuren. Uiteindelijk hebben ze ook alweer een keer gelijk en een keer verloren. Verloren tegen Kortrijk, ja. Het zou moeten lukken, hè. Dat zei die van Anderlecht ook. Wacht mee dat te zijn tot na de match. Ja, nu gewoon... ik weet het niet hoe... Wie dat ik zou zeggen, ik vind het zo nu ongeveer zo naar hetzelfde level aan het steken. Yeah. En dan is het inderdaad wat hij zegt, is wel... Maar uiteindelijk, Sonko heeft nu een goede match gespeeld tegen Molde. Ik vind dat altijd niet genoeg. Surdé heeft nog altijd meer en betere matches. En hem meer bewezen. Dat snap ik. In die grote matches zou ik echt Sonko ook eigenlijk echt niet smijten. Dit is seizoen voor hem dat hij... Mm-hmm. Nu kan hij wat doorgroeien. Dat hij moest starten tegen die bekermatch. Het is misschien ook een emotioneel argument, maar ik wil ook dat Sonko een beetje bent te slagen. Want zijn eerste 6 maanden en die prijs daarbij. En ik wil dat hij slaagt. Ja, maar dat denk ik dat iedereen in Gent wel wil. Dat hij slaagt. Maar, uiteindelijk, er is ook wel, zal niet voor niets, was 7 of 8 miljoen voor hem betaald. Dat is het probleem. dat was de kritiek. Want dus we zijn dat ons wel echt in zagen of zien. Mm-hmm. Maar dat is het punt ook. Ik zie het er wel in. Ja, ik zie het wel goed komen. Ze lopen er altijd in. Ze. Momenteel zou ik wel gewoon zo inzetten. Ja, same eigenlijk. Toch zeker in de grote... Omdat je inderdaad zegt zekerheid. Hè. En bij Sonko heb je toch zo dat gevoel... Het gaat al of niet zijn. Ze start aan de match. Voorlopig alleszins. Vond ik tegen Mulder, hij was goed, maar ook niet om te zeggen van... Wow. Hij heeft gewoon heel veel goede dingen met minder goede dingen afgewisseld. Maar hij heeft wel appelbeet. Maar voor Sonko zijn vorige match daarbij te pakken, dan is het wel zo een zeer duidelijke verbetering. Ja, maar natuurlijk, de eerste helft tegen Mulder, was ook wel niet zo... Daar blijft het argument maken. Is Mulder slecht omdat wij goed zijn? Is Gent slecht omdat Genk goed is? Want wij zitten hier nu, een slechte match dat was. Maar ik kan ook zeggen van die anderen hebben ons gewoon. Het was lekker dat wij onder bitch waren. Ik vond dat echt erger dan die Chelsea of zo. Ik weet niet of je dan weet van hoe er naar achter drukt op individuele klassen. Ja, maar bij gespeeld tegen Chelsea. Ik vond, op een manier vond ik ons echt kanslozer deze match dan tegen Chelsea. Ja, maar dat was ook. Het is echt gelijk dat we een keer gaan wandelen met ons. Zullen we gaan wandelen met Gentje? Ik vind de nuance moet gemaakt worden. Ik vind de nuance moet gemaakt worden. Eenmaal dat Chelsea 2-0 voor stond, hadden ze zo wel een beetje op koers komen. Dat wel. Redelijk, ja. de gaas lossen. We waren bijna de evenknie dan. Ja, wel. Dus, Statman, wat kunnen hij mij vertellen over Union Rochefortoise? Rochefortoise, die speelt een... dat is ook wel. Die speelt een eerste nationale. Ze zijn blijkbaar niet zo goed bezig. Zijn de rechts van Jong Gent? Nee. Er zijn wel een paar andere beloften van Standaar en Salawas spelen er wel, maar... Ah, dat is nog eentje eronder. Denk ik. Best wel. Ja. maar ze zijn dus niet goed bezig. In de laatste 5 matchen zijn ze 4 keer verloren. 1 keer gelijk. Ugh. Dus. Maar dus ze zijn gemotiveerd om een resultaat te krijgen. Oh, ja. Maar zijn net, dat uitvak is vol, hè. Ze zijn niet al te lang geleden 0-3 op een doos gehad van de ploeg die nu onder hun zat. Ja. Oei. Ja. Ik weet niet meer wat het was, maar... Ze zetten alles op deze match, ik heb dat gehoord. In de vorige ronde zijn ze doorgegaan tegen Hamme. Anders pas worden ze opgehangen door de fans. Volgens mij is dat wel eerste nationale, is ook derde klas. Maar dat is gewoon nog opgesplitst in, denk ik, Vlaanderen. Ja, dat is inderdaad wel gek. Dus dat is wel, dus zit niet bij Jong Gent, om die reden. Ah, ja, zo is het. Maar wel, niveau eerste al, nationale. Dat is inderdaad opgedeeld. En ook fun fact, zoontje Wilmot speelt daar. Wie is Wilmot? Prutser. De zoon van... Goed. Martin Wilmot speelt bij Union Rochefortuise. Oké. Maar dus
Het zal normaal gezien wel moeten lukken. Ik denk nou de titel, van de aflevering. Normaal gezien zou het wel moeten. Dat is het gejinxed, man. Dat gaat voor de volgende twee Martin eigenlijk, normaal gezien. Dus. Dat is toch. Dat is de voorbeschouwing. Het zou moeten lukken. Wow. Ja. Beetje onzekerheid na de vorige twee matchen. Maar normaal gezien. Maar ja, kijk. Dus eerst nationale... Ja. Voor een volle kolkende Gilamco. Ik weet wel dat het uitvak volledig uitverkocht is al. Dus tickets, dus een volksverhuis van een soort wijze. Wat ligt dat eigenlijk? Rochefort. Ja, wat weet Luxemburg. Die provincie Luxemburg. Dat zou kunnen. Dat is een verre verplaatsing. Dat is een verre. Want toen de loting gebeurde, heb ik zo gekeken naar hun veld. En dat is... Ja, maar nee, niet mooi. Het veld zelf is mooi. Er is gewoon niks aan. Er zijn geen zeteltjes. Er hangt zo net, gelijk dat op de speelplaats van uw school, zo net dan... bij de provinciaal ploeg. Ja, dat de voetbal tegen, dat we niet naar de bos smitten. Nog net een namen, maar wel ver. Nog net een naam, ja, oké. Ja, okay, ik zou ook wel gewoon de volledige... Ja. Ik zou wel echt gewoon full rotation game gaan. Trouwens. Het is riskant. Pak het. Nu dat je zegt... Allee, hij zegt... Ik vind het eigenlijk dat we nog niet zoveel spelers hebben gezien. Nee, toch zeker van de start. Maar zou dat zo Vanska en dingen en Valera... Vanska en Valera... Allemaal gewoon. Pompen. Pomp. Maar eerlijk, ja, kom. Zeg, de Lord nog een keer laten rusten. Iedereen dat we kunnen laten rusten. Ja. Misschien dat Brown en zo niet zijn gestart, dan die misschien wel gaan starten. Ja, misschien wel. Ja, nee. Kan Doester halen, gewoon op start tegen Rochefort. Een halve B-ploeg. En mis hem. Nee, absoluut niet. Dus dan is er ook nog volgende zondag Beerschot, zeker? Ja. Beerschot. Die zijn, zijn ook nog niet te veel gedaan. Hè. Is het op Beerschot? Ja. Maar die had echt gewoon gelijk dat... Is dat gewoon dead last? Het is wel niet meer dead, alhoewel. Jawel. Toen nog altijd, denk ik. Ze hadden twee punten. Ah ja, want Zeg heeft gewonnen, zeker. Zijn nu... Ja, Tigno. Gewonnen? Ja, Opinio. Zijn 15 puntjes. Ja, ik gemist. Zijn 5 puntjes op 36. Doelsaldo van 10 tegen 29. En doordat Zeg gewonnen heeft, zijn nu ook weer toch 7 punten. Dat zou een... Die hebben nog niet eens elke match gescoord ook. Die hebben minder goals dan matchen. Ja, maar ik heb die zien spelen. En dat was ook, ik heb die match trouwens gezien, Beerschot tegen Anderlecht. En dat eerste kwartier waren die echt volledig van het kastje naar de muur speelt door Anderlecht. Is ook gestolen. Dat zouden we gewonnen. Het was vooral het eerste kwartier, was Anderlecht echt veel beter. Mm. En dan heb je echt tegen de paal, tegen de lat, en echt 5 kansen had. En dan ineens is het gestopt en hebben ze het al overgepakt. Die is Saudi goed. Die is blijkbaar wel oké. Die nu 2 keer gescoord heeft. Ik vind vooral dat daar draait rond Thibaut Verlin. Als die nu speelt, dan zit er iets in. Als die niet speelt... En die Nahas die nu 2 keer gescoord heeft, ja... Yep. Nee. Het is nu één match, dat is zo één zwaluw maakt talenten niet zeker. Nee, jawel. Ik wil het nog wel een keer zien. Het zijn daarna ook gewoon... sorry. Goed iets meer gedaan. Een speler met de beste rating trouwens is de keeper. Dat wordt ook weer... Mike Shinton. Ja. Geen slechte keeper trouwens. Ja. Maar dat is ook weer zo... Meestal als uw keeper de beste rating heeft, dat is ook meestal... Wel, omdat hij ook veel moet doen waarschijnlijk. Bij Gent is trouwens ook Roeven met de beste rating. Dus dat zijn nogal veel kansen tegenkrijgt. Ik zit elk jaar ook altijd naar keepers te kijken in onze klasse om door te geven. Dus scouting, Chanton, geen slechte. En ook keeper van Dender. Maar wil er een webschap toe? Nee. Ik moet je nog inderdaad. Dus ze zullen een keer pronostiekjes. Ja. Hey, tegen Rochefort. Wat denken we? Moet dat? 0-3. Moeten we een goalmaker zijn ook? Dat is thuis, hè? Moet je een goalmaker zijn? Dat was een lolk. 6-1. Dat denk ik zelf niet. Het is Brugge niet, hè. Kom. Hey! Dat is ook echt ziekelijk inderdaad, dat we zo een matig seizoen spelen, maar dat we wel kunnen pieken tegen Brugge. Dat maakt alles oké. Okay. 4 goals ook nog. Wow. Het feit dat we gespeeld hebben op Stamford Bridge en 2-4 op Brugge hebben gewoon eigenlijk het schema niet meer te staan. We kunnen degraderen. Ja, voilà. We moeten thuis die Brugge ook. Dat is genoeg op de tieren. Ook voor een half jaar. 6-1. 6-1, toch? 4 keer Gandelman. 4-0. 4-0, 4 keer Gandelman. Nee. 3 keer Gandelman. Nee. Dean 2 keer. En Sonko 1 keer. En Valera.
Varela. Varela, ja. Het is ook echt overbodig om goalen maken te zijn. Sorry, ik doe het niet. 6-1. Tegen Beerschot. 10-0. 10 keer Gandelman. Nee. Een overkoop voor 10 miljoen. Yeah. 4-0. En goh, pak. Dien. Sonko. 2 keer Gandelman. Ik ga zijn. Ik ben aan het twijfelen, zou ik een goal tegenkrijgen of niet? Kan. Oh, ja. Ja. Goh, allemaal. Nou, nee. Pakt 4-0. Goals van Fadiga. Dat is de beste speler. Ja. Belangrijkste speler. Good Johnson en Dean gaan altijd een keer scoren. En we gaan Good Johnson en Dean erop dan zetten dan voor... Okay. Zeker. Ik heb echt het gevoel dat van die Janneke haar rust. Allemaal heeft ook, is ook niet gestart tegen. Nou, let maar. Misschien wel in van ons. Ja, ik zet die ook weer later rust. Iedereen haar rust. Ja. Zelfs de supporters gerust. We hebben deze week rust gepakt. Dus. Ja. Tegen Molde. Iedereen daar weer. Dan Beerschot. Wat denken we? Het zou het niet zijn als we toch eentje pakken. Hè? Ja, ik ging eentje drie zijn. Eentje drie. Ik had nipter zijn, 1-2. Okay. Ik zei 1-3, maar dan zo, weet je, op zijn Frankenschens, zo van ineens zo 10 minuten hebben dat er echt zo 3 kansen scoort. Nee. En dan voor de rest van de wedstrijd een beetje inzakt. En, de kat uit de boom kijken. Yeah. Min als je 0-3 voorstaat, sure. Ja, maar ja, er is... Maar ook Europees. Maar bij Franken controleren we de wedstrijd dan niet. Dan laten we altijd zo'n paar kansjes binnen en hebben we Roef in doel staan. Ik denk dat kan allemaal onder elkaar scoren. Dat dit terug gaat doorkomen. Ja. Ik hoop het. Nee. Het is Joost... Shalom. Kandelman en... Gaan we zitten nog scoren? Ja, kun je het laatste weten? Het is zo moeilijk om iemand altijd uit te scoren. Ja, behalve dan. Dien. Voilà. Ik ga zeggen 2 keer Brown. En ik raad eraan bij hem. Ja. De ketchupfles. Ja, inderdaad. 2 keer Brown en 1 keer Dien. Op zijn Engels. Op zijn Engels. Van die ga. Good Johnson mag terug ontkennen bij hen. En Gieter Perkes. Hey. Vond ik trouwens ook Nee, het is niet zijn next look. Ja, dan scoort hij niet. Ik kan ook meer van Dia zijn. En Sonko. Ah, dat is een mooie zin. Ja. Dat gaat er gebeuren. Ja, oké. Zeg dat ik het gezegd heb. Dan denk ik dat we... Dat we dan zeker? Aan het einde zijn van deze aflevering. Ja. Hebben we geen... Nee, Cedric is er niet. Nee, koos de rubriekjes van Cedric en Cedric klaar. Ja, zeker. Ja, hij heeft druk met comedy. En grappig zijn en zo. Nee. Valt te betwijfelen. Amai. Hoe druk heeft hij? Zo grappig is dat toch niet? Nee, zo. Mopje! Allee, bedankt allemaal om te luisteren. Harder van u, Siri. Om te eindigen. Bedankt om te luisteren en te kijken. Ja. En dan zien we jullie hopelijk volgende keer. Tot de volgende.